1 voor 12 voerde op woensdag 21 juni jongsleden wederom het voeding- en drankproject uit in de binnenstad van Paramaribo in naam van een groentedonateur, de heer Gopal. Wie snoepersat konden de dak- en thuislozen een gezonde maaltijd nuttigen, bestaande uit kip en boulanger. Ze kregen ook een frisdrank van Alijan Slijterij. Uw aandacht voor het volgende verslag hierover. You know, gods of the world are idols. Jehovah is the most high God. Woensdag 21 juni, we zijn nu in de binnenstad van Paramaribo, wel te verstaan, het Plattebrug, waar wij nu onze broeders, onze vrienden, onze landlopers gaan voorzien van een portie rijstboulanger. En ik moet u vertellen dat wij boulanger als donatie hebben gekregen van meneer Gopal van Gopex International. Deze man heeft een heel groot plantareaal waar hij verschillende groenten plant en hij heeft geweest 1 voor 12 te doneren met verschillende groenten dat wij kunnen doneren. U kunt meekijken en ziet hoe de landlopers in de rij staan om een bordje rijstboulanger te halen. De landlopers mogen we niet vergeten, zij hebben het ook nodig. Als u wat wilt doen voor de landlopers, belt met 1 voor 12, dan kunnen wij u veel meer advies geven. Omdat wij dat heel vaak doen om deze doelgroep te ondersteunen. Ziet ze niet en af en toe denkt, als je wat kunt betekenen voor ze, doe wat voor ze. Maar dan begin je, snauw ze maar af. Ze zijn mensen net als u en ik. Dus laten we ze helpen. We kijken er naar uit. Je ziet ons nummer in beeld. Als je wat wilt doen, belt u met 1 voor 12. Dan kunnen we dat samen doen. Lobby, Blessie en meneer Gopal, bedankt voor uw ondersteuning. Bedankt. We kijken nog naar meer. Blessie.